Yo, dit is Bierfront en je kijkt naar onze held, Robbie gaat even gamen. Leuk dat jullie kijken naar Even Gamen. We beginnen net een team deathmatch in de open beta van Doom. Vraag je nou af, wie was die rode, knappe rakker in het begin van het filmpje? Dat is hardstyle DJ Bierfront, een van de beste hardstyle DJ's ter wereld eigenlijk. En dan lieg ik niet. Bob, bedankt voor je filmpje. Je bent helemaal top, man. En vind ik echt, dat stel ik echt op prijs. Wil je nou meer weten over Bierfront? Kijk even in de omschrijving. Ik kap even met lul. Ik moet echt eventjes flink gaan gamen. Ah, nee, kut. Net niet. En ben ik nu wel achter hem. Ja hoor! Goeiedag! Hoe is het? En ik kijk zo uit naar Doom voordat hij uitkomt. Ik ben zelf echt een oldschool gamer. Ja, dat klinkt van, ik ben een oldschool gamer. Ik speelde games voordat games bestonden, of weet ik veel. Ik speelde ganzenbord op pro niveau. Maar jullie... Nee! Jullie begrijpen wat ik bedoel. Doom is natuurlijk een game uit mijn jeugd. Ik ben 27, dus ik speelde het op PC en op Nintendo 64. Daarvoor mijn eerste aanraking met shooters was destijds Wolfenstein. Die speelde ik, dat weet ik nog, bij Jan Willem aan de Keizersdijk op de PC. Die had zo'n floppy, daar stond hij op. En toen later kwam Doom natuurlijk. Ja, was gewoon super, super kick. En wat je dus nu vaak ziet is bij oude franchises, vooral uit de jeugd van 90s kids, zie je dat die nu best wel verziekt worden. Jullie hebben waarschijnlijk ook mijn Tony Hawk filmpje gezien. En dat was toch een beetje huilen. En ik hoop dat dit gewoon nu anders is. Ik denk ook wel dat... Ja, het speelt fijn. Ik geniet echt van de multiplayer al. Ik denk dat bij Bethesda dat dit sowieso anders wordt. Aangezien zij ook Quake op hun portfolio hebben. Dus... En dat is ook niet een van de minste tournament games. Kom hier! Hè? Ah, kut, de enemy heeft nu de demon. Toch wel opmerkelijk dat ze ook mijn ex-vriendin in het spel hebben gedaan. Zoals deze guy. Kijk, en dan zegt hij, oh, waar is hij nou? Hè? Huh, waar is hij nou? Stond ik in één keer achter hem. Kom op, deze guy! Yes! Want dat is wel leuk, dan verander je in één keer een hele grote demon. Oh, deze guy. Oh, en hou dat health en je armen goed in de gaten, want voor je het weet, is het voorbij. Het moet zeggen, tweede nog steeds, maar kom op man, eerste. Ook als een team effort, altijd eerste. Altijd het beste geven wat je in je hebt. Oh, staat hij in één keer zomaar achter me. Oh, heerlijk. Eigenlijk glitch je heel dit spel met zo'n granaatje. Maar ja, daar hou je ervan, hè? Wat doe je er tegen? Kut, geen granaat meer. Ah, gaan we. Ja, ah, kut, nu zijn we fucked. Nou, we zijn 63,41. Ik zou ook niet weten hoe ik. Nee, oh, jongens. Killed by the world. Hé, hey, we staan eerste. Nee, nu staan we weer tweede. Ah, oh, kut. Kom op. Ja. Oh, jij hè. Oh, jongen toch. Nee. Oh, nee, kom op. Nog vijf. Oh, alsjeblieft. Mag ik die maken, alsjeblieft. Ik wil gewoon eerst. Ik wil me gewoon afsluiten. Zet die Doom, zet hem in de pre-order, hè, jongens. Zet hem erin, hè. Zet hem er gewoon in. Low health, kan me niet schelen. One kill remaining. Is die voor Robbie? Ik vrees van niet. Het is hier tamelijk rustig. Yes. Oké. Hoeveelste staan we? Hoeveelste? Spannend, ik durf niet te kijken. Ik ga niet kijken. En tweede! Jammer. Ah, maar wel weer een goede pot. Goed, Doom, open beta. Super vet. Ik ben Robbie en ik zie jullie later. Woe!